Very original. Hello sir, how are you doing? Dying Light 2 komt over 3 weken uit. Let's fucking go. Het zijn de marginalen van reis weer. Blijf met die knuppel van mijn gezicht, bitch. Haha, you're dead. And that's how we got infected. Daar zijn we weer. Dat eerste moment dat je kunt rondlopen in Haran. De Scorpion Aldemir. Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar het lijkt op een gevangenis of zo. Nog een blikje eten met ham erop. Oeh. Dan hebben wij natuurlijk nog de magische jump drink. Hey jij daar. Ja jij daar. Heb jij wat drinken nodig? Check dan zeker jump drink uit. Wij zorgen ervoor dat je bijna van een gebouw afvalt. En ook een goede tijd beleeft met de zombies. Houd er rekening mee dat Jump Drink niet verantwoordelijk is voor ongevallen, ook met dodelijke afloop. Money, the really fun bear. Ja, het is mijn schuld dat Amir dood is. Remember kids, don't go out after dark. Waarom heeft Rahim een communistische vuist op zijn trui? Weet je wat ik niet snap? Waarom heb je dit gewoon niet opgevuld zodat wat minder wind binnenvliegt, zodat het wat warmer is? Dacht iemand van, hey, ik ga lekker met een scooter of zo hieraf? Wel, ze zijn niet ver gekomen, denk ik, want hier ligt een hand. En hier liggen nog ingewanden. We gaan op deze vuilniszakken en matrassen springen. Het is natuurlijk heel hygiënisch om dat te doen. En ook heel safe. Weer een nieuwe drugsaanval van Crane. YOLO! Dit is heel veel drank. We gaan hier waarschijnlijk een dik feestje hebben vanavond. Hij staat zomaar op, man. Je bent eng. Dr. Mark, professional healthcare recommends. Er liggen hier gewoon drugsspuiten. Jesus Christ, man. Volgens mij is de dokter dood. Jouw BH is los, mevrouw. Exhibitionisme. Ik heb wat leuke dingen met zombies gedaan. Oh, dat was een triple headshot. Check hoeveel lijken ik al heb. Oh, dus zo ziet de binnenkant van een borst eruit. Jesus Christ. Ik heb voor de extra challenge mijn UI een keer uitgezet. What the fuck, deze guy is aan het programmeren met Python of zo? I have no idea. Ik suk in informatica. Hallo, met Gert. Hoe de fuck ben jij hier opgekomen? Oké, ik heb net 2 roestige wapens op jou gegooid. Zo lekker. Wat is er met jouw make-up gebeurd? Lijkt zelf op een zombie, Jay. Jesus Christ. Oh shit. Brecken heeft gedragsaanvallen, man. But you're as green as grass. Ben ik as green as grass, man? Een dokter die rookt? What the fuck? Dat is niet gezond. Ik geef geen 1 kut. Lekker de enten in een brand steken, man. Oh shit, Rahim stak zijn duimpje op. Parkour instructor! Zonder UI spelen is 10 keer moeilijker, man. Want je moet echt letten op de fucking volatiles om je heen. Ah fuck, daar is er eentje. Welkom, friend. Deze guy is ook al met Python aan het werken, man. Ze zijn gewoon allemaal een videogame aan het maken, man. Look at this chicken shit. Moet ik je schoppen of zo? Maar allee joh, fuck off! You come to us, like a snake in the grass. And you come to us with a fucking ugly tattoo, mate. Je draagt een pak zonder shirt eronder, what the fuck, man. Nice, zo je eigen mensen neerschieten, man. Waarom zou je voor zo iemand willen werken? Rise, rise! Ah, fuck, een vitaanbal. Chaos is the one true order of things. Oh ja joh. Wow joh, jullie zijn echt zwak. Amai, ik kan scheef schieten. Beat. Danger, high voltage, palm trees. What the fuck is dat? Ik heb morgen dus een toets aardrijkskunde over de landen. En ja, die leerkracht is niet aanwezig. Maar toch moeten we van die leerkracht nog werken. In plaats van dispensatie te krijgen. Nice man, gaat mijn leven. Weer zo'n communistisch symbool, man. Haran is gewoon communistisch. What the fuck, er is hier een steen doorgeglitcht. Oh, I made it. Oh, shit, the cable snapped. Surimi!